Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkar. Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen. Zoals wij. Ik vond het eigenlijk een heel goed idee. Zo de bedenking van, als ik bij mijn eigen kijk, ik zit in de auto, je bent constant bezig op je gsm en je let niet op het verkeer. Je kijkt op Facebook, op whatever, of een sms'je dat binnenkomt. Er moet er maar een klein jongetje overlopen en je hebt het niet gezien. Het idee dat direct naar boven kwam is van, kunnen we die namen niet opvragen? En toen kwam die lijst in onze mailbox en dan opende die lijst en dat er wel zoiets van, wow. Dat is wel impactvol. Van, ik heb 3 kinderen en al die namen die daarop staan, dat zijn wel kinderen die overleden zijn in het verkeer. Dan hebben we gevraagd aan wat acteurs om die namen in te lezen. Zijn daarmee aan het werk gegaan. Willem, Alexandre, Marco. We hebben een bepaalde sfeer gezocht. Een bepaalde sfeer van hoop en intimiteit toch wel om de mensen te raken. Ik heb mij aan de piano gezet, die namen laten lopen en daar een melodie gezocht. Eén keer dat we dat gevonden hebben, dat er nog wat belletjes aan toegevoegd. Dat je een beetje een sfeer bijna van een slaapliedje krijgt. En het geheel is wel hoopvol, want het mag zeker niet negatief zijn. Het is hoopvol, maar wel intimistisch. En dat is eigenlijk de juiste sfeer die we nodig hebben. De zin, geen gsm achter sturen, wordt effectief door de ouders ingelezen. Dus het wordt eigenlijk echt wel een boodschap van hen uit. En dat maakt het ook heel sterk. Mais s'il vous plaît, pas de gsm au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route, comme nous.